zou het meest lijken op dit veenmeisje dat 2000 jaar geleden in Drenthe leefde. In Drenthe is vandaag Miss Veenlijk gevonden, gekozen. Hoi, ik ben Mariska Beene. Ik zal even wat vertellen over mezelf. Ik ben 12 jaar en ben geboren in Arnhem en woonde in Oosterbeek. Dat ligt in Gelderland. Beste Pier van Dijk, normaal gesproken zie ik er minder belabberd uit dan op deze foto's. Maar ik hoop dat u er iets mee kan. Excuses voor het laten versturen. Het is eigenlijk heel vreemd. Door een gereconstrueerde foto van een veenlijk in een landelijk dagblad is er in Assen een ware media-hype ontstaan en heeft Assen er een nieuwe toeristische attractie bij. Maar zometeen komen er meer dan 50 meisjes om te kijken wie het meest op het 2000 jaar oude veenlijk lijkt. Op Hemelvaartdag zat ik in de krant te kijken. En toen viel mijn oog op een foto, een zwart-wit foto van de reconstructie van het hoofd van het meisje van Ide. En toen dacht ik, goh, die lijkt wel op mijn dochter toen ze 7 jaar was. Toen heb ik een foto erbij gepakt en het had er wel iets van, maar ook weer niet. Maar toen kreeg ik wel het idee, daar is vast iemand in Nederland, een meisje of vrouw, die hier min of meer als twee druppels water op lijkt. Achtergekomen door collega's van mij, die hebben het in de krant gelezen en op televisie gezien. En die zeiden toch dat ik er heel veel op lijk. Van verschillende mensen heb ik dat gehoord. Dus. Dat lijkt me eng, als je op een lijk lijkt. Ja, ik schrok er ook wel een beetje van. Ja, wat dacht je toen? Ja, ik vond het best wel een beetje eng. Dat zag ik in de krant, hadden we gelezen. Dat had mijn moeder me opgegeven, foto's gestuurd. En toen kwam er opeens een brief binnen dat ik uitgeselecteerd was. Toen ging jij. Als ik kunst maak, ben ik altijd een beetje zenuwachtig. En ik denk dat dat vandaag voor de veenmeisjes zeker ook zal gelden. Nou, ik reed mijn brommer naar school, maar ik moest eerst benzine halen. En toen ging ik naar de benzinepomp. En toen zei ze van, jij staat in de krant. Nou, toen werd ik eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Toen zei ze van, als je straks terugkomt, dan zorg ik dat ik het krantknipsel heb. In eerste instantie dacht van, ja, het zal wel. Het was een kleine foto, best wel vrij onduidelijk. En ik vond het toch wel leuk om te reageren en ik herkende wel bepaalde trekjes van haar in mijzelf. Nou, toen werd ik dus echt nieuwsgierig, dus ik weer terug naar de benzinepomp. Toen heb ik dus het krantenknipsel gehaald. Toen ik naar de winkel ging, toen zei ze ook dat er iemand in de krant stond waar ik op leek. En al die mensen hadden dus allemaal die krantenknipsel uitgeknipt. En ja, ik vond zelf ook wel dat ik er iets van weg had. Dus ja, toen heb ik dus gebeld. Kan het nog ietsje ingeschoven worden? Een beetje compact. Dat moeten we straks in het... Weet je nou wat hier gebeurd is? Ja, dat wel. Daarom maak ik echt wel spannend. Hoezo? Gewoon dat ze hier gevonden hebben. Dat is spannend. Dat hier nou staat. Ik heb heel slecht van geslapen een tijd geleden. Toen werd ik echt 's nachts wakker dat het zweet op mijn hoofd stond. Ik denk dat ik dat meisje ben geweest en dat ik dan, zeg maar, op dat moment opgeofferd werd of zo. Dus zoiets dan staat mij dan wel bij, maar precies weet ik het niet. Vind je het eng dat je op een veenlijk lijkt? Nee, want ik vind je... Ik lijk misschien wat op de reconstructie van een veenlijk en dus niet op een lijk zelf. Dan denk ik, als dat zo is, dan zullen ze ongetwijfeld ook nachtmerrie. En nummer 1 is geworden, en ik feliciteer haar van harte, Monique Hos uit Haarlem. Het komt allemaal zo gigantisch ver.
vreemd. Ja, zoveel belangstelling. En, normaal ben ik heel stil en hoor je en zie je me eigenlijk niet. En dan nu opeens al die belangstelling. Al die pers. Ja, ik krijg er behoorlijk warm van. Kim, het is jammer dat je niet geworden bent. Nee, ik ben eigenlijk wel opgelucht. Toch wel? Ja, ik kreeg het zweet even, maar nou ben ik echt blij. Niet zo. Het werd de 30-jarige Monique Hos uit Haarlem. Zij zou het meest lijken op het veenmeisje van Ide. Ja, dat vind ik dus het raarste. Vanaf dat fotootje, dan dat je opeens hier staat een aantal weken later. Dat zou ik ook het vreemdste vind. En gewoon die overeenkomst tussen haar en mij. Op een gegeven moment, als we naar de filmplaats gingen waar zij gevonden is, dan zie je zoveel fotografen en alles en zoveel mensen die vragen aan je stellen. En op een gegeven moment weet je ook niet meer wie je hebt beantwoord, welke vragen je hebt beantwoord, welke vragen je niet hebt beantwoord. Maar het is echt... Zelf ben ik dus gevraagd om een gedenkteken te ontwerpen op de plaats waar het meisje gevonden is. Ja, moet je dan niet een beetje lachen als je dat allemaal hoort eigenlijk? Nee, want dat hoort allemaal bij het project. Jouw blonde haren, jouw ogen staren verder weg in de tijd.